meer. Ik zag een meer. Stil, Jan? Hier. Ha, die was mis. Hou op, jullie. Hij wil nu. Billy, laat nou los. Zo is het genoeg. Wow. Oh, mijn. Wauw. Zo, dat is lachen. Jij hebt superkrachten. Jij hebt superkrachten en dat zeg je niet even? Terry, hier is een hele simpele verklaring voor. En die verklaring is... Alarm, alarm. Ouders naderen huis. Dat heb ik vanmorgen ingevoerd. Chill. En Ze mogen Terry niet zien. Oh. Ja. Zet haar in de kast. Oké. Normaal doen allemaal. Rustig maar. Hoi mam, hoi pap. Hoezie. Goedenavond, ouders. Er is geen reden om argwanend te zijn. Ik pak wel even een warmtepleister voor je uit de kast. Wacht! Want ik heb een splinter. Oh, even bijlicht hoor. Ik zie niks hoor. Beter kijken. Ik haal wel even een ijsbek uit de keuken. Beweeg, galopap! Junior superhelden worden getraind om ouderen te helpen. Dit lukt me nog wel, hoor. Ik haal even mijn bril van boven. Ho! Zei ik nou splinter? Ik ben verkouden. Hatsjoe! Liefje! Je liggen er. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ja, joh. Lelijk, hè? Ik ben zo klaar met die lamp van de maandclub. Phoebe, dat is toch jouw vriendin Cherry? Mam, pap, ik kan het uitleggen. Zie je, ik mocht niet naar Cherry, dus heb ik haar hier gevraagd, maar... Toen zag ze dat ik krachten had, dus heb ik haar bevroren. Oh ja? Eerlijk zijn? Gooi je het op die toer? Je liet een niet super in huis. Weet ik, ik zit fout. Dat is tegen de regels en het spijt me heel erg. Alleen, ik wou zo graag een vriendin. Het spijt mij ook. Pak jullie koffers maar, jongens. Ja. Moeten we verhuizen? Ik wil niet verhuizen. Sorry, we hebben geen keus. We moeten onze krachten echt geheim houden. Al is het soms best verleidelijk om ermee te koop te lopen. Ach, ik heb tenminste een tijdje een vriendin gehad. Mam, pap, wacht. Dit is Phoebe's schuld niet, maar de mijne. Ik heb de vriendin hier uitgenodigd zodat ik kon werken in het lab. Als iemand straf verdient, dan ben ik het. Phoebe liet haar in huis. Omdat ze een vriendin wou. Kom op, pap. We kwamen hier om een normaal leven te leiden. Dus geef Phoebe niet de schuld van iets wat ik veroorzaakt heb. Weet je wat? Ik doe net alsof dit allemaal nooit gebeurd is als jij en je zus iets verzinnen om dit op te lossen. We zijn gastvrij. Toen maak ons blij. Je krijgt er dan ook een pittig sausje bij. Van de show. Woehoe! Dus jullie spelen allemaal in de schoolmusical en al die rare dingen die ik zag waren special effects. Yep. Geloof je dat? Maar natuurlijk geloof ik dat. Ik wist het. Ik wist dat jij de buurt vandaan was. Maar
Ik wist nog niet dat je kinderfietsjes jatte. Die is van mij, ik stil hem niet. Wil je nu weggaan? Leg dit eerst maar eens uit. Best. Ik ben hier omdat... ik wil leren fietsen op dit ding, oké? Je kunt best fietsen. Hij loopt er vandaan rond in de buurt die onder het zand zit en jij laat hem gewoon zijn gang gaan. Denk je dat het makkelijk is om zo'n crimineel te vangen? Dat kost weken zorgvuldig plannen. Verdachte ondervragen, bewijsmateriaal vergaren. Daar heb je hem! Max, kunnen wij je heel even spreken? Hey allemaal. Wat is er? Was maar thuis gebleven. Eitjes uitbroeden met mij. Waar kom jij nou weer vandaan? Die was natuurlijk brievenbussen aan het volstoppen met zand. Bestrijd je nou misdaad of bestrijdt de misdaad jou? Wacht even mensen, dit is niet wat het lijkt. Max is onschuldig. Doe dan Max, vertel ze wat je gedaan hebt. Mam, pap, ik moet jullie iets bekennen. Ik ben de buurt van de hal. Wat? Max moet jullie wat vertellen. Max? Ik ben de buurt van de hal niet. Wat? Ik ben het niet, pap. Ik was wel stiekem buiten, maar om een hele andere reden. Kijk maar eens. Wow. 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 Eindelijk! Ik ben niet meer de kluns van een familie. High five, Billy! Max was stiekem buiten om te leren fietsen. Hij stelt je dus niet teleur zoals je dacht. Nou, ja, toch wel, maar om een andere reden. Dit is fantastisch! We vertellen de buurt hoe het zit, zuiveren mijn naam en dan zal iedereen me weer aanbidden! Wow, moet de hele buurt echt te weten komen dat Max niet kan wat de gemiddelde circusbeer wel kan? Nee, en daarbij gelooft niemand ons. Dankzij die buurtblog staat onze geloofwaardigheid op nul. Maar als superhelden is het onze plicht om die schurk te stoppen. Maar hoe dan? Ik weet wel hoe. Huh? We missen het! Oké, pap. Jij staat dichtbij. Je kunt hem zo pakken. Doe me. Net als in die oude tijd toen we de bananengeneraal en zijn apen oppakten. Hé, Barb? Barb. Opstaan, Barb. Ja, ja. Ik ben er klaar voor. Oké, geduld, pap. Even wachten. Nog even wachten. Nu! Jullie krijgen allemaal wat lekkers! Ze zijn dol op me! Ze zijn echt dol op me! Ja. Pap is omsingeld. Jij moet het doen, mam. Oké, ik grijp hem. Kunt u mijn veter strikken? Oh, ja hoor. Laat mij je veter maar strikken doen. Als ze die mammy-stem opzet, heb je niks meer aan haar. Oh nee, Billy en Nora zijn we ook kwijt. Wat ben jij een schatje? Dan doe ik het wel. Blijf filmen, ik pak de vandaal. Ik heb hem! Kijk Max, ik heb de vandaal te pakken. Ik zie niks. Mijn ogen zitten vol serpentinespray. Zag je dat, Max? Ik had hem. Je deed het goed. Heel goed. Maar de vandaal was beter. Nu moet ik het doen. Daar gaan we. Ik kan het. Ik kan fietsen. Max, pak de vandaal. Laat maar gaan. Ik kan fietsen. Dat is het enige wat telt. Ach, laat het maar. Darcy? Ze verdenken het lieve meisje nooit. Waarom deed je dit allemaal? Weet ik veel. Het begon in de brugklas toen mijn vriendin verhuisde. Ik had een rottijd. Oh. En ik vond het cool om andermans spullen te vernielen. Hé, hey, als je dat afval leuk vindt, vind je deze vuile broek ook leuk. Hé,
Hey Max, heb jij die doos met mam spullen gezien? Die heb ik net verkocht. Wat? Max, haar elektrosweep zat nog in die doos. Oh, arme Stumpert, moet hij die weggooien? Nee Max, het is haar echte zweep. Super gevaarlijk in vreemde handen. Je moet hem terughalen, want anders gebeuren er straks grote ongelukken. Gelukkig raak ik niet echt gehecht aan mijn klanten. Gewond kind en boze man betekent geen zwembad. Dat betekent verdrietige Max. Hey joh, kom terug. Wacht, mag ik hem pijn doen? Haal die doos terug. Oké. Wat moet je, hipster? Luister, ik heb per ongeluk die doos aan je verkocht en ik zou hem graag weer terug willen hebben. Hier is je 20 euro. Ik gaf je 50, stomkop. Oké. Okay. Wacht, volgens mij mis ik nog een ding. Bedoel je de echte zweep van Elektra soms? Ik weet niet hoe jij eraan komt, maar ik krijg hem echt nooit meer terug, Geldwolf. Hou op met schelden en geef het terug. Ik geef dit ding aan helemaal niemand. Alleen maar aan de grote Elektra zelf. En we weten allebei dat het nooit gaat gebeuren. Maar... Hallo, aardbewoner. Elektra's! Ben jij het echt? Ja, ik ben het. Ik hoop dat je het licht uitdoet als je de kamer uitgaat. Doe ik! Niet echt. Nu wel! Volgens mij heb jij iets van mij. Ja, ja, je zweep! Kom binnen, hoogwattage koningin. Wow, jij bent echt een grote fan van Elektris. Ik bedoel van mij. Natuurlijk, jij bent mijn heldin. Ik ben zo terug. Ik heb je zweep verstopt voor het geval je grote vijand Blackout langs zou komen. Slim idee, jongen. Hij moet hem niet in zijn handen krijgen. Je bedoelt haar handen. Ik bedoel haar handen. Volkaanval! Dan wil ik nu graag mijn zweep. Sorry, nog één vraagje. Wat is er gebeurd met jouw hulpje? Had ik een hulpje? Oh, mijn hulpje. We hadden het er net nog over. Vertel hem het verhaal. Hoe moet ik dat weten? Tot we bij deze sukkel kwamen, dacht ik dat zijn papa's hulpje was. Nog één keer de vonkaanval. Au! Oh, sorry! Au! Bibi, zet hem uit! Lucky! Au! Jij bent niet de echte Elektra's. Leugenaars! Zweep! Hij begint te sissen. Hopelijk vonkt hij niet. Volgens mij betekent dat dat hij gaat ontploffen. En hij vonkt! Oh. Hallo, Stumperts. Ik heb mijn vader gebeld en als ze zo thuis komt, hebben jullie echt een groot probleem. Cedric, je moet ons laten gaan. Deze zweep gaat zo meteen ontploffen. Waarom zou ik jullie geloven? Vanaf het moment dat jullie hier zijn, hebben jullie tegen mij gelogen. Weet je, je hebt gelijk. We beginnen overnieuw. Ik ben Monica. En dit is Ross. En je zou het niet zeggen, maar wij zijn de kinderen van Elektris. Kom op. Het is onmogelijk dat de kinderen van die stoere Elektris echt helemaal niks over haar weten. Hij heeft gelijk. We zijn vreselijke kinderen. Klopt, dat ben je. Onze moeder is een superheldin en die jongen weet nog meer over haar dan wij twee. Geschokt om mij te zien? Elektris! Geweldig! Hoe heeft u mij gevonden, al opgeladen godin? Wel normaal blijven doen, aardbewoner. Met mijn supersonische opsporingsapparatuur zag ik dat mijn zweep hier was. Bedankt, jongeman, voor je heldhaftige elektromoed. Elektris, deze bedriegers zijn toch niet echt jouw kinderen, hè? Mijn kinderen echt niet. Mijn kinderen zouden nooit zo stom zijn om hun identiteit en veiligheid in gevaar te brengen voor een paar euro. Nou, de broodjeszaak is gesloten. Plaats ze maar. Oké, pak aan, leegwaan, jochie. Uh-oh. Kijk eens achter ons. De Thunderman-foto. Dat mag niemand zien. Haal weg. Oké, hij is weg.
Phew, dat scheelde weinig. Als niet-supers dat zien, worden we ontdekt. Voorzitter Kickbutt zal dan niet blij zijn. Alarm, alarm. Inkomende boodschap van voorzitter Kickbutt. En zij is niet blij. Als er een foto waar jullie als superhelden op staan naar buiten komt, zullen de consequenties voor je familie echt verschrikkelijk zijn. Weet ik, het spijt me zo. Ik zal u beloven dat het nooit meer gebeurt. Dat zei je ook al toen Cherry jouw superpak aan had met Halloween. Er moeten vervolgstappen ondernomen worden. Vervolgstappen? U kunt me geen huisarrest geven, toch? Meid, ik kan je ouders huisarrest geven als ik wil. Maar jij bent het probleem niet, Cherry wel. Je zult uit haar buurt moeten blijven totdat de Heldenbond besluit wat er moet gebeuren. Je toekomst bij ons hangt ervan af. Phoebe, waar was je nou? Er was zo'n rare trucker gisteren. Je hebt toch geen problemen met de Heldenbond, of wel? Oh, nee. Ik moest gewoon wat stom, serieus gedoe regelen. Je weet wel, ding ondertekenen, stempels zetten. Dit, dat. Werk bij werk. Gelukkig. Opluchting, selfie. Laten we dat soort dingen maar niet meer doen. Maar hoe kunnen we dan nog de allerbeste besties-wedstrijd winnen? Geen idee, gewoon anders. Op de ouderwetse manier. Met een dans? Natuurlijk met een dans. Trappendans. Hebben jullie Cherry gezien? We zagen haar en Evan net samen weggaan. Hij wist dat ik haar zocht. Heeft hij niks gezegd? Zijn beste vriendin is een leguaan en jij vraagt je dit af? Wat ben je van plan, Evan? Cherry! Dit is agent Delta. Geluid 25% harder. Het gaat om operatie Thunderman. Zet 50% harder. Prioriteit. Zet hem maar voluit. Ze wil deze oproep zeker aannemen. Voorzitter Kickbutt, dit is agent Delta. Werkte Evan voor de Heldenbond? Ik heb een veiligheidsrisico en ik zal haar meenemen om haar geheugen te wissen. De Heldenbond wou dat ik niet meer met je omging vanwege de selfie die je nam, maar ik weigerde. En nu moet je hier weg. Phoebe? Oh, hey Evan. Als dat je echte naam is. Is het niet. Dat is Lucius. Nou, ik hou het op Evan. Oh, goed nieuws. Ik heb zelf voor het wissen van Cherry's geheugen gezorgd. Cherry, noem de 50 staten. Ik heb geen idee. Zie je, succes. Leuk geprobeerd, maar ik denk niet dat je begrijpt wat er gebeurt. Ik begrijp het helemaal en je moet mijn vriendin vrijlaten of de prijs betalen. Wat heb je gedaan? Ik heb je superkracht geneutraliseerd. Wow, vet horloge. Hoe kom ik daaraan? Het kostte me 30 jaar in training om hem te verdienen. 30 jaar? Hoe oud ben jij? Oud genoeg om te weten dat Cherry een risico is voor de Thundermans. En ik ben een risico voor jou. Wat is er aan de hand? Ik red mijn beste vriendin. De Heldenbond gaat te ver. Geheugens wissen en me bespioneren op school? Mijn tienen en perfecte aanwezigheid gaan u niks aan. Agent Delta bespioneerde niet. Hij beschermde jullie. De Thunderman-familie is erg belangrijk voor ons. Nou, Cherry is erg belangrijk voor mij. Haar vriendschap is het beste wat me overkomen is sinds ik verhuisd ben. Oh. En als ik mijn superheld zijn moet opgeven zodat jullie niet een of ander apparaat aan haar hersens koppelen om haar geheugen te wissen, dan doe ik dat. Opoffering, selfie. Je kunt echt niets onthouden. Haar geheugen wissen? We wissen haar geheugen niet. We wissen haar telefoonsgeheugen. Wat? Het is de lerares. Ik neem hem wel. Nee, het is voor mij. Ik verwacht een belletje over... Okselschimmel. Okselschimmel. Voor Max. Touché. Wat moeten we doen? Als we niet opnemen, belt ze mama mobiel. Hey daar, hier is Barb, weet je wel. Moet dat mam voorstellen? Shh, doe je ogen eens dicht. Oh, alsof ze hier is. Oh, dat meent u niet. Ik zou mijn tablet wel graag terug willen krijgen. Oh, nee, dat geeft niet. U hoeft niet... Okidoki, tot vanmiddag.
Goed nieuws. Feest Phoebe heeft je tablet terug. En jullie juf komt langs om mam te zien. We gebruiken de dierenlezer op Dogin en treden haar als mam. Goed idee. Wil je ook een vader? Er zit nog een buidelrat in de achtertuin zonder werk. Max, geen rare praatjes. Kom, we veranderen Dogin in onze moeder. Er staat nergens hierop dat het niet mag. Ik voel me zo groot. Hoe kom ik zo groot? Ik ruik bolognese. Is het bolognese? Ik ben Barb en ik wil mijn tablet terug graag. Ik zal u zeggen, ik vond het rot om hem in te nemen. Maar Nora en Billy waren al een paar keer gewaarschuwd. En ik had geen andere keuze. Phoebe is een puist. Yep. Mam, Phoebe is een puist. Omdat ik de hapjes ben vergeten te pakken. Ik kom zo terug. Geen probleem. Ik kan niet te lang blijven, helaas. Hier is uw tablet, mevrouw Thunderman. Sorry, u moet nu gaan. Of blijven. Mam kan heel veel trucjes. Dag. Ik kan niet geloven dat het feest Phoebe gelukt is. Alarm, alarm. Inkomende oproep van neef Blobby. Ah, leuk! De show gaat verder. Goed, vlug, verstop Dogin. Oké. Dogin, oh kijk, lekker vlees. Vlees, ik hou van vlees, vlees. Hé hey, jongens, hoe gaat het met mijn hondje? Ze is een echte dame. Oh, ik zie dat jullie wat lekkers hebben. Pas goed op. Vlees maakt Dogin heel erg verwoestend. Verwoestend? Dat staat niet in je instructies. Oh, jawel. Draai je maar om. Vlees! Dit zat niet in de commercial. Hé! Hey, houdt u van bekenburgers? Twee vleesjes in één! Geen zorgen, dames en heren. De politie lost het wel op. Goed, gaat u maar verder met schransen. Hallo, politie. Wat is het probleem, mevrouw? Het probleem is gekke Gerda. Ik heb er weten op te sluiten. Mevrouw, kom maar. Ik heb iets voor u. Oh, wat lief, koekjes. Maar waarom? Ik haat jou en je familie ontiegelijk. Om eerlijk te zijn, spijt het me wat mijn hond met uw restaurant heeft gedaan. Je hond? Dat daar is een vrouw die getikt is. Nee, het is een hond. De gekke dame staat wellicht hier. Hoe dan ook, agenten. U mag mij een print geven. Alle prentjes. Ik ben gek op plaatjes. Geef geen prentjes. Dat snap je, toch? Ik blijf het voorstellen, maar ik word steeds niet serieus genomen. Moet dit echt nu? Ja. Het lijkt erop dat het inderdaad nu moet. Dus, wat voor soort prenten zou u willen uitdelen? Natuurprenten, cartoons, dino-plaatjes. Kom binnen. Geef me een zetje, Nora. Oké. Kom op, schiet op. Hup, sta op, we hebben weinig tijd. Geef me de dierenlezer. Oh. Wow, mijn ding. Wachter, Billy. Wachter. Wachter. Ja. Hoi. Billy. Wat is er met jullie smerissen? Achterlijke aagje is mijn kantoor aan het vernielen. Als jullie niet naar binnen gaan, ga ik zelf. Ah! Wat gebeurt daar? Waarom gaat hij niet open? Hij zit op slot. Oh. Ah! Waarom nou jij alweer? Een gewone standaard ochtend. Oh. Iemand heeft Bradford gefopt. Als ik die lastpak met die rode pet die dit gedaan heeft vindt, dan wordt hij geschorst. Kluisjescontrole. Beginnend bij... Geen idee. Max Thunderman. Heb jij dit gedaan? Waarom verdenk je me daarvan? Omdat je altijd grappen uithaalt. En het grootste slachtoffer ben ik, want ik dacht dat je zou stoppen. Oké, wacht even. Luister. Nee, ik wil niks meer horen. Je bent een onbetrouwbare leugenaar.
Ah, oh, is de arme ziel zijn schatje kwijt? Nou, dat touw was het eerste dat mij omhelsde dit schooljaar. U zult geen rood petje vinden in mijn kluisje. Maar wel in mijn rugzak. Oeh, gratis petje. Kluis is in orde, dus geef me maar je... Jij! Wolfgang? Pak je spullen, uitwisselingsstudent. Want je gaat mooi weer terug naar Duitsland. Ruik ik nou worstjes? Mijn vader is een gezouten vleesliefhebber. Dat geloof ik graag. Hoe dan ook, ik ben degene hier met een probleem. Na alle moeite die je deed om te veranderen, moet ik dat ook doen. Het spijt me. Kun je me vergeven? Waarom die godgelovige ogen? Ik kan dit niet. Ik heb Bradford gefopt. Wat? Nu zijn er boze ogen. Oké, ik probeerde in één keer te stoppen met grappen, maar het was gewoon te zwaar. Dus deed ik nog één grap, maar Wolfgang kreeg de schuld. Dus je liet je vriend compleet vallen en loog toen tegen mij? Ja, maar ter verdediging, ik verberg hem voor Bradford in mijn lab. Ik werde de boerstand dansen. Het maakt Spaß om te zitten. Het spijt me. Ik begrijp nu eindelijk wat je bedoelde. Maar er moest iemand gekwetst worden om dat duidelijk te maken. Ik liet je een ruimte vol mensen zien die gekwetst waren. Nee, ik bedoel iemand waar ik om geef. Het punt is, ik wil nooit meer een grap uithalen. Doe open, Thunderman! Het is Bradford. Ik weet dat Wolfgang daar is. Ik werd gebeld door iemand met de naam Dr. Colosso. Bradford! Wat een leuke verrassing. Het spijt me, maar Wolfgang is er niet. Ik weet dat je hem verbergt. Ik gebruik officieel mijn autoriteit van de Orde der Schoolhoofden voor een huiszoeking. Geen idee wat het is, maar ga je gang. Wat? Oké. Sorry daarvoor. Mijn broertje Billy is nogal een grapjas. Hoi, nog een Thunderman om naar uit te kijken. Dat zal hem wel wegkrijgen. Aha! Tenzij hij mijn lab vindt. Een geheime doorgang. Ruik naar Hans en zweetje daar beneden. Oh, ah! Ah. Ik zei toch dat Wolfgang niet hier is? En hoe verklaar je dan die Duitse worstjes daar? Mijn vader is een gezouten vleesliefhebber. Dat geloof ik graag. Goed dan. Ik denk dat Wolfgang hier niet is. Huitschuw! Gezondheid! Daar ben je, vuilbek! Ik heb je gedacht! Oh, nee! Nee! Die worstjes houden hem niet lang tegen. Redden! We verbergen Wolfgang bij mij thuis. Wat doe je nou? Mijn pietige mosterd! Nein! Jawohl! En, haal me hier nu uit! Nein! Bradford, je mag Wolfgang niet schorsen. Hem schorsen? Ik ga hem niet schorsen. Hij vindt het echt leuk hier en... Wat? Dat klopt. Terwijl ik zijn schorsingspapieren invulde, kwam ik erachter dat de school $4000 per maand vangt voor iedere uitwisselingsstudent. Wolfgang? Dat klopt. Te gek, hè? Ja, ik ben echt blij dat ik jou en je broer gevraagd heb. Ach, we doen gewoon alsof hij er niet is. Ja, doe maar alsof ik er niet ben. Of hij gaat gewoon. Of ik ga gewoon. Ha! Vreemd. Wil je me even excuseren, Fijn? Max, je moet wel in mijn buurt blijven. Zag je wat er gebeurde met die camera? Ah, Courtney is er. Uh-huh. En ze is met een vriend. Een hele goede vriend. Maar
ze me... Maar ik... Ik vind het heel vervelend voor je, Max. Maar je moet nu echt mee terug naar Cole. Maar... Kom mee. Kom. Maar... Snap jij dat Courtney die gast liever heeft dan mij? Dus ze kiest niet voor die irritante gast die niet weet wat privacy is? Oh, fijn. Nog eentje die op haar valt. Hey daar, blitzkikker. Weg daar, mafkikker. Max, je bent te ver. Blijf uit de buurt van de airco. Zo te zien is je broer over zijn verlegenheid heen. Ga je met me mee pizza halen? Hey Phoebe, blijf nou hier. Ik moet die Jacob even dissen. Phoebe, kom je? Ik krijg het gevoel dat je niet bij me wil zijn. Nee, echt wel. Kom mee dan. Kijk, meer dan een meter. Sorry, Cole. Ik kan het niet. Dat dacht ik al. Cole! Hoi, Cole! Hey, Phoebe. Wat doe jij hier? Voor je weggaat, wou ik je zeggen dat... ik je echt leuk vind. En niet gewoon echt leuk, maar heel echt leuk. Ik kan wel zeggen dat ik je heel erg, echt leuk vind. Wacht, dat is te leuk. Dat is niet leuk meer. Sta ik nu te kleppen? Helaas wel, ja. Wat moet ik nou? Hoe moet ik dat weten? Oh, nee, jij niet, Cole. Je verprutst Jij helpt niet. Waar moet ik mee helpen? Oh, nee, Cole. Ik bedoel... Ik heb het zwaar verziekt. Ik heb... Oh, wat heb je gedaan? Nee, nee, tegen hem. Zeg dat je het zwaar verziekt hebt. Oh, juist. Ik heb het zwaar verziekt. Ik had mijn avond niet, zie je? Ik had mijn avond niet, zie je? Zoals bij basketbal. Als je een bal wil blokken en je krijgt een fout aan je broek. Zoals bij basketbal. Als je een bal wil blokken en je krijgt een fout aan je broek. Snap je wel? Snap je wel? Snap ik het zelf wel? Ik denk dat ik het wel snap, ja. Het werkt. En wat nu? Ik wil nog één ding zeggen. Ik wil nog één ding zeggen. Oh nee, ga toch weg jij. Ga toch weg jij. Wat? Oh wacht, nee, 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 niet weggaan, Cole. Wij zouden nog dansen. Maar er is geen muziek. Laat gevaar onze muziek zijn. Hou me vast. Zit er iemand in de bosjes? Ik zie niks hoor. Wat gebeurt hier? Waar ik vandaan kom, bekoog je elkaar met dennappels voor geluk. Oké, ben ik weer. Ga ervoor. Kort en lief. Oké. Cole, het spijt me van vanavond. Ik hoop dat het goed is tussen ons en dat we het nog een keer over kunnen doen. Je raakt hem kwijt. Dat is lief van je. Tuurlijk is alles goed. En zo praat je met jongens. Is dat een baby? Wat? Nee, dat is mijn maag. Al dat vloeibare brood. Nee, dat is een baby. Waar komt ze vandaan? Kijk, als een papa en mama heel veel van elkaar houden... Phoebe! Oké. Cherry? Dit is mijn nieuwe zusje, Chloe. Je krijgt een nieuw zusje en je vertelt het mij niet? Niet boos zijn op Phoebe, jullie zijn vrienden. Is dat zo? Weet je, ik denk altijd dat je dingen verbergt voor me. Oh, weet ik. De waarheid is dat ik veel geheimen heb. Ik kan ze alleen niet vertellen. Wat zijn we voor beste vriendinnen als je me niet alles kunt vertellen? Oh. Weet je, laat maar. Nee, Cherry, wacht! Cherry, ik ben zo blij dat je er nog bent. Ik had geen keus. Als ik boos ben, mag ik niet fietsen. Oh, luister, ik weet dat je kwaad om me bent, maar je moet me echt helpen. Je moet op Chloe passen terwijl ik een boodschap doe. Waar? Naar de geheime winkel geheimen kopen? Ondersteun haar hoofd. Dank je. Maar... Phoebe, dit kun je niet maken. We zijn geen vrienden meer. Thunderbus, Turbospeed naar Metroburg. Turbospeed is in reparatie. Ach, zolang je maar rijdt, schiet op. Ingeschakeld.
blunderbus stop. Stap in, Cherry. Het wordt tijd dat ik je alles vertel. Baby is veilig. Nu weet je alles. Dus jij beweert dat jij en je hele familie superhelden zijn? Je broer heeft een pratend konijn. En dat je naar Metroburg gaat om hem van die schurken te redden? Ja. Het voelt zo goed om je eigenlijk alles te vertellen. Denk je echt dat ik stom ben? Wat? Nee. Dus jouw vader heet Thunderman Thunderman. Dat klinkt belachelijk. Nee, ik zweer dat het waar is. Bestemming bereikt. Je zult me wel geloven als ik straks Max gered heb. Pas op Chloe en blijf hoe dan ook in de bus. Schurken, blijf in de bus. Leugens! Begrepen! Phoebe! Je hebt niet gelogen. Ik neem alles terug wat ik over je zus heb gezegd. Giet op Chloe voor mij, nu! Wat? Oké. Gucci, Gucci, Gucci! Gucci, Gucci, Gucci! Oh, Gucci, Gucci, Gucci! Bibbles! Ja. Nu laat ik jou kloppen. Oh. Oh, dit wordt zo van mij. Kom op, Colosso. Ik kom eraan. Jullie waren echt geweldig. Heb jij Cherry meegenomen? Oh, jij bent zo de pineut als we thuiskomen. Jongens! Pap! Hoe heb je ons gevonden? Ik volg het Thunderbus noodsignaal. We bespreken later wel waarom jullie hier zijn, maar op dit moment ben ik blij dat jullie oké zijn. En Cherry! Hoi, Thunderman! Thunderman! De politie werkt het verder af. Wacht! Ik hou van je! Ik bedoel, wie ben jij? Ik ben Thunder Girl. Wat is hier gebeurd? Gast! Een superheldin genaamd Thunder Girl stopte die dief en redde ons leven. Thunder Girl? Ze zag eruit als een supergodin. Wie telekinese. Ah, dus dat woord ken je wel. Zo te zien hebben we iets gemist. Ja. Wat hebben we gemist? En zo wijst alles erop dat er een nieuwe mysterieuze superheld onder ons is. De vraag die iedereen nu stelt is... Wie is Thunder Girl? Thunder Girl, iemand moet haar stoppen. En ik weet de juiste man voor die klus. Haar broertje, Max. Wow, ik ben een t-shirt. Liefhebber. Waar heb je die vandaan? Van de Thunder Girl fanclub. Heeft Thunder Girl een fanclub? Ze is gewoon de beste superheld in aller tijden. Ach, ja, dat is wel zo. Maar zijn er handschoentjes niet blauw? Stil! Wat weet jij nou van Thunder Girl? Wie ze is? Wat ze denkt? Van wie ze... Max, dit zijn mijn handlangers. Fairy Pinches en Strong Door. Viva la Quaad! Dag Mayhem. Sinds wanneer zit uw hoofdkwartier in een fastfoodrestaurant? Sinds die zus van je ons vorige hoofdkwartier sloopte. En diamantdief pakte. Er is geen geld voor een nieuw schurkenhonk. Ik knijp dat loeder tot moes! Max, ben je bereid ons te helpen en je aan te sluiten bij de Schurkenbond? Ja, ik doe alles voor u. Uitstekend. Dit is werelds eerste krachtenopzuigbol. Ik wil dat jij Thunder Girl berooft van haar krachten.
haar krachten? Kan ik niet een oceaan in de fik steken of zo? Nee, beroof haar van haar krachten, zodat wij weer macht krijgen. Tenzij je liever in haar schaduw wilt staan. Hey baas, lunchspits. Zeg het me als de klus geklaard is. Hier is je wisselgeld. Ik heb mezelf een megafooi gegeven, want mijn bediening was uitstekend. Mevrouw Wong, zit u bij de Thunder Girl fanclub? Tuurlijk! Thunder Girl is te gek, echt super. Net als jij, maar dan het tegendeel. Ik heb jullie straks. Ik vergeet mijn tas. Oké, doei, doei. Oh, dank je, Link. Link? Wat doe jij nou hier? Ik ga met jou naar het bal. Echt waar? Dat is grappig, want hiervoor zei je dat je niet kon. En nu ben je hier. Nou ja, het voelde niet goed dat ik je liet zitten, dus ik zei tegen de Heldenbond, schop me er maar uit. Die ene speciale avond ben ik bij een heel speciaal meisje. Dus wat denk je? Wil je mijn date zijn? Oh, hoe kan ik daar nee op zeggen? Serieus, hoe? Phoebe is Thunder Girl? Als ik haar ontmasker, word ik wereldberoemd. Ik word een paparazzi. Aha. Dat is het bewijs dat ik zoek. Ik vind jouw beren lief. Dat kun je negeren. Henk, onze krachten zijn weg. Hey, ik kan niet lezen. En ik ben niet snel. Weet je, het is heerlijk om jullie zwak en weerloos te zien, maar ik moet mijn zusje vernietigen. Hey, wat heb ik gedaan? En dit is het huis van Thunder Girl, waar ze woont met haar maffe familie. En wat voor krachten hebben zij dan? Oh, superkrachten, jojo. Niels Haley uit de grote stad. Of zij TV niks? Ga eens uit de weg. Waar ben jij van? Kanaal 6, carnavalsnieuws. Red mij, Jimmy Fallon! Dus kom aan! Wat is dat? Dark Mayhem. En ik kom jullie vernietigen. Strong door oog hier. Breng de kinderen naar boven. Ik regel dit. Wij regelen dit. Colosso? Van onderen! Vlug, vlug, vlug! Dank je, Colosso. Ik kon mijn harige toges alleen redden door jouw harige dikke toges te redden. Koop een langere badjas. Niemand vraagt jou te kijken. Henk, we moeten naar Phoebe. Snel, naar de Thunderbus. Wow. Het lijkt erop dat Scheldorp zijn nieuwe superheld kwijtraakt. Max, stop. Geef onze krachten terug. Dark Mayhem is onderweg om ons te vernietigen. Ik ben er al. Strong door ook hier. Eindelijk treffen wij elkaar, Thunder Girl. Ga je gang, Max. Neem je zus haar krachten af. Dan ben je eindelijk één van ons. Max, nee! Kijk, ik weet dat je me haat. Maar laat hem Scheldorp niet vernietigen. Oh, Thunder Girl. Ik wil Scheldorp niet vernietigen. Ik maak alle inwoners tot mijn slaaf en bouw zo mijn nieuwe schurkenimperium. Is dat echt wat je wilt, Max? Alles kwijtraken? Je vrienden? Allison? Je familie? Waar wacht je nog op, Max? Je hebt alles voor het grijpen. Maar ik heb alles al.
Wat doe je nou, Max? Mijn familie hun krachten teruggeven. Dwaas! Yes! We zijn er weer! Oh, Barb, ik geloof dat ik jouw krachten heb. Wat voor krachten heb ik dan? Supersnelheid. Teleporteerde ik mezelf? Thunder Baby, vliegt weg! Grijp ze! Thundermans, val aan! Oh. Je hebt de verkeerde kant gekozen, Max. Mijn familie bedreigen is één ding, maar mijn baljurk van Nielevork op de foto ben geweest gaat te ver! Max! Moet de wereld redden. Ik heb hem, nu Max! Dat dacht ik niet! Max kon je krachten misschien niet stelen, maar ik wel. Mami vindt me een fijne knul. Gered met papa's superkrachten, dank je. Graag gedaan. Thunder Baby, vliegt weg! Jullie zijn ontmaskerd als superhelden op tv. Ach, die paar kijkers. Ja, dat stelt echt niet veel voor. Yo, Oké, het stelt wel veel voor. De Thundermans zijn sterk. Baby! Chloe, ontbijten! Thunder Baby is klaar voor de actie! Oh, Chloe, je bent zo schattig! Ik ben niet schattig, ik ben een slechteriks ergste nachtmerrie! Nou, schattig of niet, je mag je superpak nog niet aan naar de kleuterschool. Waarom niet? Iedereen weet dat we superhelden zijn. Ja, alles is anders nu. Vorige week was Max een kwade slechterik en nu een superheld die mijn bacon heeft gestolen. Ik heb de wereld gered van de rare manier waarop jij bacon eet. Oké, ik eet niet raar. Weet je wat er nog meer anders is? Staan we nu op als we praten? Hierdoor wordt alles anders. Nee, kijk naar je mobiel. We hebben allebei fanpagina's met massa's volgers. Weet je, op mijn top had mijn fanclub meer dan 1000 Thunderfans. Ik heb er 250.000. Geen ei van jou. Willen jullie niet vergeten dat dit een familieontbijt is? Mam heeft gelijk. We moeten de fans foto's sturen van het familieontbijt. Mijn handen doen zeer van al die handtekeningen. Jouw handen doen zeer? Ik accepteerde net 43.000 vriendschapsverzoeken. Hey, deze enorme TV-visite gebeurt niet zomaar vanzelf. Oh nee, helemaal vergeten. Sorry, Chloe. We moeten het later maar doen. Onze fans hebben ons nodig. Maar ik heb een heleboel net alsof thee. Vergeet het, Chloe. Het is duidelijk dat ze niet komen. Ik vind het rot voor haar. Maar er is gewoon niet genoeg tijd om te reageren op alle fans. Tenzij we al onze fans verzamelen op één plek en ze allemaal tegelijk ontmoeten. Zoals een conventie. We noemen het ThunderCon. Billy, dat is briljant. Waarom heb je niet de hele tijd van zulke ideeën? Auw, hersenpijn. Nu maak je het erger. Ik moet het van achter ons stoppen. Oké, ik heb hem bijna. Er komt weer van alles uit. Graag gedaan. Geef toe.
toe. Laura is een betere superheld. Haar lasers zijn zo strak als haar strikstijl. Ja! Nee, Billy is beter. Hij heeft supersnelheid en een vergroeide teen. Ja! Billy en ik niet gewoon allebei geweldig zijn? Ze denkt dat ze even goed is als Billy. Vol aan! Goed dat iedereen weg was. Graag gedaan, mevrouw Wong. Wacht, waar is mevrouw Wong? Mevrouw Wong, is alles goed? Oh, kom dichterbij. Dichterbij. Ik haat jullie sukkels. Een restaurant opblazen? Een fanoproer organiseren? En waar, als ik vragen mag, waren jullie? Ik was potten aan het openen, mevrouw. Steaks grillen, mevrouw. Goed. Sinds jullie geheim weg is, functioneren jullie duidelijk niet meer als goede superhelden. Ik heb maar één oplossing. Vertel niks aan de Zivors en trouwens ook niet aan de Zivors. Oh, ik heb het hen al verteld. Ik bedoel dat jullie herplaatst moeten worden naar een plek waar jullie weer undercover kunnen zijn. Wacht, moeten we verhuizen? Gaan we nu weer staan als we iets zeggen? Is verhuizen niet wat overdreven? Dit dorp houdt van de Thundermans. Gaat u verder? Breng mij het rad der herplaatsingen. Wat een leuke manier om ons leven te verpesten. Mama, papa, ik mis Schelddorp. Oh. Snap ik, lieverd, maar we wonen nu hier. Kom op, lieverd. Dan gaan we je pop bevrijden uit haar ijsgevangenis. Kijk eens wie er teruggehopst is. Max, je moet terugkomen. Al je vrienden lopen gevaar en die candymeid probeert de hele stad te hersenspoelen. Colosso! Hoorde je dat, Phoebe? Hij zei dat onze vrienden in gevaar zijn. Toe, je kleine verkleedvriendje zegt alles om je terug te krijgen. Hé, doe me een plezier en bel Cherry. Best, maar alleen omdat ik dan niet met jou hoef te praten. Oproep geweigerd. Dat is raar, Cherry neemt mij altijd op. Ze nam zelfs op toen ze aan het duiken was. Haar telefoon lag maandenlang in de rijst. Dat is het bewijs. Er is echt iets aan de hand. We kunnen het aan papa en mam vertellen. Wat vertellen? Mijn konijn is een drama queen en Cherry snapt niet hoe de mobiel werkt? Ik ga terug naar Schelddorp. Wow, Max. Als voorzitter Kikbutje in Schelddorp betrapt, verlies je je krachten en word je nooit meer een superheld. Dat risico wil ik wel nemen. Ik laat Schelddorp niet nog eens barsten. Daar is Candy. Ze mag dat signaal niet versturen. Oké, we gaan stilletjes haar kant op en kijken of... Wow! Candy Falcon is mijn bestie! Waarom lieten we pap door het dak vliegen? Oh, willen jullie meer zoetigheid? Wat dachten jullie van een drop, Peter Zweep? Ik pak er, Max. Wow! Het enige wat jij krijgt is een zuurstokboemerang. Oh, kun je niet beter? Au! Oh, wel dus. Wow! Kauwgomval. Met bananensmaak. Oeps, je hebt iets laten vallen. Oh, dat vergat ik bijna. Neem wat citroenzuurtjes. Als je valt, is dat zuur. Wat is gevaarlijker, jij of dit dak? Oh, zitten jullie onder de plank? Nu hoef ik alleen...
alleen nog de coördinaten in te voeren. En deze satellietschotel verandert heel Schuildorp in mijn gewilloze besties. Oké. Misschien kan ik die schotel raken met mijn hitteadem. Nee, het moet met onze vriesadem. Hitteadem? Vriesadem! Wacht, waarom doen we niet wat we deden in Klatsburger? Mevrouw Wong uitlachen? Hoe helpt dat dan? Nee, we combineren onze hitte- en vriesadem. Nee, wat gebeurt er? Oh, boterkoek. Wat gebeurt er? Wolfgang? Wat doe ik op een feestje? Ik haat feestjes. Maar waarom haat je mijn arm? Ik wou alleen dat ik Billy nog één keertje had kunnen laseren. Auw! Nora, was dat nou je superkracht? Ik denk het wel, ja. Zou ik de mijne ook nog hebben? Auw! Ik bedoel, ja! Voorzitter Kikbad, wat is er aan de hand? Ik heb jullie krachten niet afgenomen. Ik moest gewoon het dorp overtuigen dat jullie geen supers meer zijn. Zodat alles weer als van ouds is. Ik snap het niet. We waren in overtreding. Zeg gewoon dank u. Zoals je zei, Phoebe. Jij en Max riskeerden alles om het dorp te redden. En dat maakt jullie allebei ware superhelden. Goed gesproken, Phoebe. Zorg er alsjeblieft voor dat jullie familiegeheim nu veilig zal blijven. Sorry, ik heb niks gehoord. Ik heb alles gehoord. Bel me. Je ouders wilden je toch niet af laten rijden totdat je gym gehaald had? Ja, maar ik hoef alleen het doel te raken bij boogschieten. Maar je bent zo slecht in boogschieten. Ze noemen je het meisje dat zo slecht is in boogschieten. Maar... ik heb een supervriendin die me daarmee kan helpen. Dat ben jij, Phoebe. Vanwege je krachten. Juist, je houdt van mijn krachten. Jongens, we zouden alle apparatuur toch inladen in Wolfgangs auto? Ja, wat dat betreft. Zijn auto is in Duitsland. Jongens, we moesten met die auto naar ons optreden van vrijdag. Ah, de band is een zooi. We spreken niet dezelfde taal, we hebben geen auto en... we moeten het met Gideon doen. Wat? Maar die auto is denk ik wel te regelen. Oh nee, ik moet aan de andere kant zijn. Zou jij de klokjes terug kunnen draaien, zodat de bel nog niet gaat? Oké, kijk. Ik denk dat we iets voorzichtiger moeten zijn met waar ik mijn krachten voor gebruik. Wilde iemand de klok terugdraaien? Dank je, Max. Je bent de beste. Was een makkie. Dus, ik hoorde dat je een auto hebt op vrijdag. Even een vraagje. Die auto bevindt zich in dit land, toch? Oké. Dat is een 1. Wie is er nu? Oh, ik ben coach. Oh, geweldig. Jerry. Onthoud, het doelwit is daar zo. Aan de kant, Max. Ik ga Jerry helpen slagen. Weg hier, ik help haar slagen. Stop met het stelen van mijn vriendin. Je kunt haar terug hebben nadat ik haar voor haar auto heb gebruikt. Oh, kijk, een puppy. Goed genoeg voor een 6. Je slaagt. Jee! Dank u! Is dat alles wat je over hebt voor je beste vriendin? Een 6? Kijk hoe echte vriendschap haar een 10 geeft. Jerry, wat ga je doen? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat een 6 niet goed genoeg is. Hoewel ik super blij ben met een 6. Zet mij op nodig. Kijk wat je doet. Jij, nablijven. Maar ik moet vandaag afrijden. En ik had voorheen geen voet als een shish kebab. Luister, Jerry. Ik vind het zo rot allemaal. Ik dacht alleen dat ik je verloor aan Max vanwege dat krachtige doel. Phoebe, we waren al vrienden voor ik wist van je superkrachten.
Dat zal nooit veranderen. Dank je. Trouwens, ik had je niet moeten vragen om je krachten te gebruiken. Ik zal nooit ergens goed in worden als de Thundertweeling alles voor me doet. Ja, noem ons alsjeblieft niet de Thundertweeling. Zou wel moeten. Oh, ik heb een idee. Cherry, wat ga je doen? Ik ga dit eens helemaal zelf doen. Als ik die spinnen loslaat, kunnen we hier snel weg. Jij en ik, niet de tarantula. Hoe krijg je dat voor elkaar vanaf hier? Met mijn mini-pijlenboogje. Want je bent zo goed met een grote pijlenboog? Cherry, waarom gebruik ik niet gewoon mijn telekinese? Ze noemen me toch die meid die zo goed is in telekinese. Geen superkrachten meer. Ik moet dit helemaal zelf doen. Deal met jullie. Geen foto's betekent niet nablijven. Later. Dag. Zie je. Wacht, help me eerst eens. Kleine misdadigers. Kijk, ze rijdt nu weg van de parkeerplaats. Je kunt het, Cherry. Kom op, Cherry. Je zit echt geramd. Technisch gezien zit ze geramd. We kunnen het nog steeds halen als we gaan rennen. Ja. Ja. Kom op. Ja, loop. Oké. Hey, die stoeprand kwam uit het niets. Eerlijk gezegd, stoepranden komen niet uit het niets. Stoeprand! Een sneeuwbal in school. Hoe flikt hij dat? Max, kijk er nou mee uit. Straks zit iemand dat je je krachten gebruikt. Er is hier niemand. Wat best jammer is, want nu missen ze dit. Hier heb je lol. Eet sneeuw. Oh. Sneeuw? Op school? Gaaf, hé. Klik, klik. Een klik, klik? Ja, dat is een foto. Van een foto. Dat kan helemaal niet. Hoe deed ik dat dan daarnet, hè? Wat is dat? Daarboven, aan de muur. Ja, Max, wat is dat? Oh nee, is dat... Yep. Een bewakingscamera? Heeft Tron een klik-klik van jullie? Zie je, Nora? Het slaat aan. Als een van ons onraad ruikt, dan is het codewoord stekelvarken. Stekelvarken, heb ik. Oké. Kijk en leer, Phoebe. Inbreken vereist de verfijnde motoriek van een chirurg en de technische know-how van een... Hij is al open. Ik maakte een beginnetje. Ik zie al waarom de deur open is. Country Western Dansclub? Op onze school? We moeten hier weg voordat iemand ons ziet. Te laat. Jullie zijn er gloeiend bij. Egel! Buidelhot! Gordeldier? Stekelvarken? Dat was het! Kan het wellicht nog erger? Reken maar. Je wil je hand. Max wil met u dansen. Doe me, partner! Wat flik je me nou? Vertrouw me, ik heb een idee. Houdie, luidjes! We zetten een lekker deutje op en gaan met de voetjes van de vloer. Dus pak je partner bij de arm. In de ren met de haan erbij. Stap naar links en glij opzij. Woe! De handen hoog nu in de lucht. Stap je erbij.
die Thunderman. Nu alleen nog even zwaaien met die magne... Hé, hey, waar is die? Oh, Nora! Hallo, Fieps. Hoe gaat-ie? Je weet donders goed hoe die gaat. Ik heb die magneet nodig. Nee, je hebt ons nodig. Breng hem nou maar. Je moet het eerst zeggen. Ik heb jullie nodig. En nu zonder dat toontje. Nora! Onderweg! Klik, klik, slaap weer toe. Je bent lief hoor, Nora. Maar schiet nou eens op! Een beetje geduld. Ik geniet van de kraak. Wie is dat? Oh nee, we zijn erbij. Straks ziet ze dat we superhelden zijn. Ik wist dat het niet zou lukken. Kijk, het is gelukt. Daar twijfelde ik niet aan. En nu weg hier. Kom een beetje tempo. En raap dat op. Kijk eens aan. Wat hebben we hier? Oh, juf Williams, ik kan alles uitleggen. Is het zoveel werk om een potlood op te rapen? Wat wou je uitleggen, Max? Alle beelden zijn gewis. Wat zei je? Ik zei dat alles is geheeld. En ik heb uw sleutels. Wat ben je toch een heer. Weet je wat we doen? Nog één keer van hupsakee. En ik denk van hupsamee.